ogenblik aan samengevoerd worden, heeft hij op dit ogenblik opgeleverd te voeren tot 26 en 1 tiende seconde. En dat is toch iets waar ik vriend nog bij aan, maar wie dan ook aan had durven denken. We wisten dat Zegmans een hele grote klasse was en dat hij bijzondere dingen zou kunnen doen. En dames en heren, als hij die zaak heel hard, dan komt hij straks helemaal alleen. Komt hij thuis en ik kan u zeggen dat is op ogenblik 16 minuten gereden. De koers duurt exact 20 minuten en 2 ronden. En ik ga even vragen, dames en heren, of de equipe, of de bemanning van de Nederlandse Radio-Unie, of die zo mogelijk op verzoek van de meneer Rens de Groot zich willen begeven naar de eerste directe uitzending die vanmiddag in het NLU-programma gaat plaatsvinden. Zo, zie je onze Zegmans alleen? En de stapuit staat ingedrukt. Het is onvoorstelbaar, dames en heren. Met wat een tongeloos geluid. Dan moet je kijken hoe hij die bocht in scheurt. Hoe hij erin zet. Vierkant geblopt gaat hij erin. En hoe hij eruit komt, dames en heren. En nou is het wachten op die voorsprong ten opzichte van Jo Lammers. Of daar iets wel of niet is aan gedaan. Het is een Nederlander. Dus wat mij betreft mag hij van mij wel een beetje dichterbij komen. 22 seconden. Daar heb je Lammers. Lammers heeft op het ogenblik ingelopen. Het is 23/19 seconde. En Sylvain Gevoerd, dames en heren. Die zit op het ogenblik. Die zijn indicatie nog 1 ronde te doen. Geweldig, gaan even die klok indrukken. En tegelijkertijd even een telefoontje doen met een overkant. Ja, alleen vertel het mij, ja. H3 is weg. H3 is weg, wordt hier gezegd. Tony van Heugden zal weg zijn. Ja, dank je zeer. Even kijken, dames en heren. Jo Lammers is er nog niet. Maar stuurt dan toch, ik hoop het, naar een mooie tweede plaats toe. Ja, de voorsprong van Zegmans is op het ogenblik uitgebreid. En zit op het ogenblik toch maar weer op 25/17 seconden. Zegmans heeft dat klaarblijkelijk gehoord, wat ik vertelde, dat het nog maar 18 seconden was. En heeft gedacht, nee, aan de drommel niet. En is er een beetje een voetje gas gaan geven. En heeft kans gezien zijn voorsprong nu weer op de... En 15 seconden onderweg. Ik verwacht hem ieder ogenblik voor zijn laatste... Ja, daar komt hij al om de bocht in. Dan gaat hij voor de laatste keer een springstand nemen. Attentie en een zeer nadrukkelijk uitvoerig dagend applaus hier in de peil, dames en heren. Voor de man die de kleuren van Brabant zo schitterend heeft hooggehouden. En die kans heeft gezien om deze reis tot een zo bijzonder schitterend eind te sturen. Ja, dat was dus de aankomst van onze Franske Zegmans op Husqvarna. En ik mag dus iedereen hartelijk feliciteren. Hier wordt afgewacht op het ogenblik H12. De broer Dirks, die is hem toch nog waarschijnlijk 1 ronde aan onze kleine Zegmans verspeeld. U ziet het, de jonge geide, dames en heren. Leuk als je dat hoort, zulke radioverslagen die er nog zijn. Mocht u nog iets op zolder hebben liggen, mocht u nog ergens op een fotoalbum of mocht u nog foto's zijn, de organisatie wil ze graag even van u lenen. U krijgt ze natuurlijk allemaal terug. Dus nogmaals, mocht u ook filmpjes hebben, want we hadden die filmpjes nog gemaakt, die kleine 3-minuten filmpjes. Veel mensen hadden toen ook al die camera's, stonden ze mee langs het parcours. En dan kan de tijd weer gaan herleven tot en met 1985. Het grote succes van Sint-Antonis, de motocross der Azen. Muziek.